Ga je weg? Je gaat weg. Je mag gewoon praten met ons. Er wordt gewoon nog ingeknipt. Dag Pepijn. Wat doe jij op vrijdag hier in de studio van TSV, Pepijn? Ja. Oh, leuk. Heel goed. Titelsuggestie? Schreuder moet hopen dat iedereen... Ja, die zou ik doen. Zoiets? Goed over kan jij erover nadenken op de fiets? Oké, okay, top. Groetjes. Groetjes. Tim, waar gaan we het vandaag over hebben? Snijboom, wij gaan vandaag kijken naar Ajax. Mm-hmm. Op transfergebied. Dus ja. De komende 10 jaar. Mm-hmm. Wat gaat er nou in Amsterdam gebeuren? En de allereerste vraag is natuurlijk... De huidige aankopen, hoe presteren die? Wat leveren die op? Blijven die bij Ajax? Hoe gaan ze het doen? Levert het misschien prijzen op? Dus eigenlijk gaan we eventjes... Per aankoop even kijken. Succes of geen succes? Juist. Toch? Deal or no deal. Oké. Okay. Heb jij een lijstje voor mij? Zeker, Snijboom. Oké, okay, dan ga ik dat even erbij pakken. En dan heet ik jou welkom op 1 september 2031. Dankjewel. En sommige van de aankopen zijn misschien... Nee, de meeste van de aankopen zijn wel jong, hè, van Ajax. Die zijn er allemaal nog wel. Nou, dat denk ik ook wel, Snijboom. Ja. Transfers. Brobby. Ja, Brobby heet hij, hè? Ja, maar dit slaat helemaal nergens op. Maar dit is wel geniaal. Brian Brobby is 29 en speelt bij River. In Argentinië. Hij is international. Ja, 6 interlands, 2 doelpunten. Verdient 2,73 miljoen per jaar. Is serieus echt een leuke spits. Zeker voor Argentijnse competitiebegrippen. Wat leuk zeg. Brian Brobby, 29. Haalt het dus niet bij Ajax, gaan naar River. Ja, nou... is er een club ter wereld... Mm-hmm. Die jij minder snel aan Brobby zal linken dan River Plate? Niet heel veel, denk ik. Nee. Ik zit serieus te denken, maar er zijn niet heel veel... Nee. Nee. Dus dit is ongelooflijk van een club. Toch? Ben je lekker titels aan het verzinnen? Zeker. Ja, ja, lekker op zoek, hè? Ik wil graag Bergwijn zijn. Ja, ja. Wat is dit nou weer? Steven Bergwijn is 33... 39 interlands. Hij is niet te koop bij Al-Shabaab. Nee, hij is zeker niet. Nou, hij is wel te koop. Toch? Ja, blijkbaar is hij dus best wel te koop. Een hele grote zak geld. Mijn hemel. 3,35 miljoen. Hij is wel een belangrijke speler. Hij is een ervaren vleugelspeler. Maar Snijboom. Ja, dit is wel fantastisch hoor. Oh mijn god. Wat gebeurt hier? Nee, maar er is iets mis. Nou ja, we gaan kijken. Nou, ja, wat wil je kijken? Nou ja, hij gaat naar Mets in de Ligue 2. Voor 3,5 miljoen, volgend jaar. Ja, vervolgens gaat hij voor 41 miljoen gaat hij naar Milan. Oké, het enige wat ik kan bedenken, Snijboom, is dat hij of op vakantie ongelooflijk verliefd is geworden op een meisje die heel erg last heeft van heimwee, dus in Mets moet blijven wonen. Dat is het. Dat. En dat het na 4 jaar uit is gegaan. Ja. En dat hij dan verliefd is geworden op Milan. Hij heeft wel promotie meegemaakt naar de Ligue 1. Ja, hij heeft 3 jaar Ligue 2 gespeeld. Hij heeft een steentje bijgedragen. Oh, oké, okay. Wie wil je nog meer? Wijndal. Ja, Wijndal. Nou, waar zal die spelen? Nou. Ga nog bij Ajax. Wow! 112 interlands. Geweldig. 5,5 miljoen, hij is 31 jaar. Ja. Nou, mist Ajax. Owen Wijndal. Fantastisch. Geweldig. Mag ik van jou Bessie? Kelvin Bessie, Mr. Feyenoord. Feyenoord, 31 jaar, 3,19 miljoen. Wow, hij pakt wel echt letterlijk... Dit is de eerste speler ooit die alle rivalen van Ajax heeft gepakt. Toch? Ja. Utrecht is er ook echt wel een rivaal. PSV toch niet? Nee, ja, oké, okay, maar is geen rivaal. Ja, dat is nog niet alle. Dat is geen rivaal, zeg. Ja, oké. Okay. Holy shit, wat haat Bessie dus, Ajax, maar hè? Bessie haalt het dus niet bij Ajax. Nee. En dan gaat hij gratis naar FC Utrecht, want hij vindt Nederland is wel serieus best leuk. In het eerste jaar bij Utrecht speelt hij 0 wedstrijden. Dan moet hij gewoon zijn hoofd afgescheurd hebben of zo, toch? Qua blessure. Strakke hamstring. Maar hij moest er gewoon even bewijzen. Nog had natuurlijk weinig gespeeld. Ja. En uiteindelijk voor 7 miljoen naar Feyenoord. Ja, Kelvin Bessie. Goed zeg, wat je wil. Echt uitstekend, serieus. Ik wil graag van jou, Conceição. Nee, Francesco Conceição. Sergio, wie is dat ook alweer? Zijn pa. Oh, dat is serieus zijn pa. Ja. Oh.
Francisco Snijboom Concession. Het is dus met een I. Francisco. Juist. Wow. Hij keert terug bij zijn clubpie. Ja. Dat is toch goed? 28, 13 in het land. Hij keert dus terug bij Porto. Nou, daarvoor hoort hij is wel thuis. Goed. Hij is 3,94 miljoen, 13 in het land, 16,5. Tussen de 16,5 en 50 miljoen is wel een ruime schatting van zijn waarde. Zo had ik hem ook ingeschat. Ja. Oké. Lorenzo Lucca. Ja, we moeten het toch even gaan doen. Ja, die zat er zeker niet bij. Nee, weet ik, maar dat gaat mij niet uit. We gaan Lorenzo Lucca, Zenit. Die is verschrikkelijk goed. Hij is wel heel goed, maar hij heeft geen interlands. Maar dat vind ik opvallend. Ja. Lorenzo Lucca eindigt bij Zenit. 12,5 miljoen. Tussen 12,5 en 37 miljoen. Verdient 3,8. 0 interlands. Hij is een ervaren spits. Maar dit is, dit is beter dan Luc de Jong, Snijbo. Dit is een fantastische pinchhitter. Ja. Ja, hij is echt heel goed. Ik ben dan nog wel benieuwd naar... Hij staat volgens mij bijna al onder contract. Misschien als jullie dit zien, staat hij al onder contract. Jorge Sanchez speelt ook bij Feyenoord. Hij zal dan nog niet bij Ajax gespeeld hebben hier in het spel. Holy hij vertrekt in 2023 naar Feyenoord en speelt daar samen met Calvin Bessie. Oh mijn god, wat geniaal. De Ajax-bekkies. Nou, Snijboon op zich. Dit waren ze eigenlijk toch wel, die ze gehaald hebben. Ik vind het interessant. Maar we mogen nog niks zeggen. Nee, maar één conclusie, denk ik, die we wel kunnen trekken. Maar eerst komt er nu een bumper. Tim? Snijman, wat er ook komt... Wat de fuck is er met Steven Bergwijn gebeurd, bedoel je? Ja, dat is wel echt waar, ja. Nou, ik had toch een goede oplossing. Ja. Er is een meisje die echt of een dan jongen. Gewoon... Ja, of een jongen, ja. Een jongen, een Franse, mooie Franse of jongen. Of een non-binair iemand. Mooie Frans gespierde jongen. Iemand... In Frankrijk. Die dan in de discotheek is tegengekomen. Ja. En dat hij dan zo'n lekker nummertje. En dat klinkt dan ongeveer zo, weet je wel. En dan zegt hij bonjour Steven. Dan gebeurt het. Nog, voor je het weet tekent hij bij Mets. Ja. Ik zie het eigenlijk al gebeuren nu ik het zo over heb. Als ik het zo bekijk. Ja, Ligue 3 jaar leuk Ligue 2, 1 jaar Ligue 1. En toen opeens dacht Milan. Hey. Hebben. Ja. Hebben. Ja. Ik wil de verschrikkelijke conclusie, Snijboon. Heeft Ajax een goede transferperiode gehad, ja of nee? Nee. Oké. Okay. Dan is het denk ik tijd voor de liplezenwedstrijd. Oké. Okay. Hangen er een prijs aan? Is altijd spannend, hè? Nee. We hangen er geen prijs aan. Nee. Oké, nog niet. Eerst even kijken hoe jullie reageren. Ik zag vorige keer echt serieus weinig reacties met wat je had gezegd. Dus dan heeft het ook geen nut om een prijs aan te halen. Nee, maar ik wil wel graag doorzetten. Ja, dat ken je niet anders. Instapniveau makkelijk, zodat mensen wel gewoon het idee hebben van ik kan ook wat. Ja. Oké. Okay. Ja, eerst even vertrouwen geven. Oké. Okay. Ja, hartstikke leuk. Okay. Wil jij nog iets kwijt? Ja. Ik wil graag nog wat kwijt. We zijn blij met hoe jullie je gedragen op YouTube. Ja, gaat dat dan zo echt fucking eng praten, jongen? Nee, maar het gaat toch gewoon hartstikke goed? We zijn blij met hoe jullie je gedragen op YouTube. Ja, maar je maakt de mensen bang op deze manier. Nee, helemaal niet. Ja, oké. Nou ja, dan hoeft het niet meer. Nee. Veel van onze dynamiek herken ik wel echt uit mijn relatie. Nee, ik wil niet. Au! Jullie kunnen abonneren, deze video liken. Laat in de comments ideeën achter voor wat we nog meer dit seizoen kunnen doen. En dan zien we jullie zondag weer voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Woensdag weer voor een nieuwe persconferentie. De moeder van Tim is heel knap. En dan volgende week vrijdag weer voor een nieuwe aflevering van Tim en Snijboom. Voorspellen tot volgende week. Dag. Groetjes! Ja, je hebt twee kansen gehad om te abonneren op ons kanaal. Hoe zit het nou? Ga je dat doen of hoe zit het? Ja, je hebt toch genoeg kansen gehad? Nou ja, zeker de eerste kans. Abonneer!